voilà. Vandaag Spaanse les. Dus we gaan tellen tot 10. Doe maar mee. Uno. 1. Dos. 2. Tres. 3. Cuatro. 4. Cinco. 5. Seis. Luister goed naar de uitspraak, hè. 6. 6. Siete. 7. Ocho. 8. Nueve. 9. En 10. 10. Over het getal 1. Want 1 is alleen maar 1 als je gaat tellen. Dus dan zeg je... Wat zeg je? Uno. Maar zo gauw er een woord achter komt, dan gebeurt er wat. Bijvoorbeeld een hotel. Un hotel. Een restaurant. Un restaurante. Een bar. Un bar. Een kerk. Una iglesia. Vrouwelijk, hè? Eindig op een A. Ja, dus una iglesia. Dan wordt una wordt ineens una. Dus of de O valt weg, un, of bij een vrouwelijk woord una. Een apotheek. Una farmacia. Een plein. Una plaza. Een stad. Una ciudad. En zo gaan we maar door. Dat was onze Spaanse les. Tot de volgende keer. Ga naar, trouwens, naar supergoedspaansleren.nl. Gratis. Of supergoed Spaans voor kids. Ja, we zien je graag daar. Adios. Adios.